Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 2 september alweer. Het gaat echt zo super snel. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe jufweekvlog. Als je er veel zin in hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag maandag, heel vroeg. Want ik moest deze ballonnen nog doen. Zoals jullie in de vorige week vlog hebben kunnen zien, heb ik voor de Gouden Weken elke dag een ballon. En deze week doe ik dat ook nog. Volgende week gaan we op kamp en daarna doe ik het niet meer. Dus het is alleen nog deze week. En ik ga jullie weer meenemen en vertellen wat alle spelletjes zijn. Maar ik ga ze dus eerst eventjes vullen met kaartjes. En ik twijfel een beetje of ik dan weer 1, 2, 3, 4, 5 of gewoon verder tel. Want eigenlijk is het natuurlijk een nieuwe ballon. Ik denk dat ik gewoon verder tel. Dus dat ga ik nu eventjes klaarzetten. Nou, de nieuwe ballonnen hangen er. Ik heb gewoon 6, 7, 8, 9, 10 gedaan. Want we tellen eigenlijk gewoon door. Dus deze ziet er wel weer heel erg leuk uit. Oké, voordat we zo begrijpend lezen gaan doen, heb ik een spelletje even voor jullie. Dus doe even je spulletjes in je kastje. Om nog heel even bij rekenen te blijven, heb ik voor jullie zometeen een getallenreeks. Met allemaal cijfertjes achter elkaar. Straks ga ik de timer aanzetten, want jullie hebben namelijk 3 minuten de tijd. En het is de bedoeling dat jullie al die cijfers gaan onthouden. Je mag samenwerken, je mag praten, je mag het zelf bedenken. Na 3 minuten vraag ik, oké, wat is de volgorde? Dus het moet ook helemaal goed, de volgorde. Kijk, ik zal het alvast laten zien. Dit is de cijferreeks. Oké, dus het is de bedoeling dat jullie over 3 minuten dit aan mij kunnen vertellen. En 0. Oké. Nou, ik ben echt super benieuwd. Dus vertel. 5. 7. 2. Even kijken. 5, 7, 2, 0, 8, 1, 9, 5, 3, 0, 5, 5, 8, 2, 0, 9, 1, 5, 8, 3, 9, 2, 0, 9, 4, 5, 8, 3. Hey. Goed gedaan, jongens. Maar zie je hoe belangrijk het is om hierbij goed met elkaar te overleggen? Oké, het is inmiddels na schooltijd. Ik heb helemaal niks meer gefilmd. In ieder geval, ik heb zo meteen ouderavond. Dus ik ga even mijn computer afsluiten. En dan, ik heb hier de PowerPoint voor me liggen. En dan ga ik alle informatie vertellen. Ik ben helemaal gesloopt na vandaag. Ze hebben wel boekenleggers gemaakt. Er ligt hier eentje. Maar de rest heb ik al uitgedeeld en gelamineerd. En wij hebben dus deze ballon gedaan. Ik had een quiz gedaan. Dat was ook wel heel erg leuk. En tussendoor had ik nog wat spelletjes gedaan. Maar ik ga nu lekker alles opruimen. Good morning, het is vandaag dinsdag. Gisteren was een beetje een rommelige dag. Uiteindelijk was ik ook heel laat thuis na de ouderavond. En vandaag gaan we er een goede dag van maken. Ik heb heel even dit jasje aan, maar het wordt vandaag heel warm. Dus die ga ik zo uitdoen. En verder, ja, ik heb eigenlijk alles al klaargezet. Het bord staat klaar. We gaan dus vandaag de kampboekjes uitdelen. Volgende week gaan we op kamp. En we hebben dus een boekje gemaakt voor de kinderen. Met daarin wat ze mee moeten nemen. Eigenlijk gewoon een heel erg leuk boekje. Ook als herinnering. Vandaag in de ballon zit de teamwoordzoeker. Ik zal het straks als we het gaan doen in de klas wel eventjes uitleggen. Even een leuke opdracht voor tussendoor. Gewoon niet heel erg bijzonder. En dat eigenlijk. We gaan nu eventjes aan de slag. De bedoeling is dat ze zien dus hier allemaal letters in een soort woordzoeker. En dan moeten ze zoveel mogelijk woorden zoeken in een groepje. En er zit dus ook een 12-letterwoord in. En hoe meer letters ze in het woord hebben, hoe meer punten. Dus ze zijn nu aan het overleggen. Oh, ik heb de tijd niet aangezet. Nou, de eerste week zat er natuurlijk op. Vorige week heb ik ook een weekvlog gemaakt. Maar ik merkte toen toch dat het soms een beetje chaotisch was. Logisch natuurlijk ook. Maar ik dacht, ik laat jullie even een aantal dingetjes zien die ik eigenlijk heel erg fijn vond van de eerste week. Nou, als eerst wat ik echt zo fijn vind is in ieder geval op Kinzie
alles duidelijk neerzetten wat ze moeten doen als ze klaar zijn. Dat helpt gewoon, dan krijg je ook niet 100 vragen. Nou, even kijken. Nou, verder heb ik dus elke dag wat ging er goed vandaag en wat kan er morgen beter. Dat heb ik nu de eerste week gedaan, doe ik de tweede week ook. Dat doe ik altijd de eerste 3 weken. Dat moet je ook een beetje aanvoelen, soms wat langer, soms wat korter. En het is zo fijn. Dus ja, dat doe ik. Dat vind ik echt heel fijn, want dan heb je elke dag een doel waar je aan kan werken, wat er morgen beter kan. En dan kan je daar ook op terugwijzen, want dit komt dus vanuit de kinderen. Dus dan hebben ze er zelf ook een beetje, ja, noem je dat, een aandeel in. Nou, verder vind ik nog steeds, had ik vorige week vlog ook gezegd, deze boekjes echt zo fijn. Voor wie het niet kent, het zijn dus opzoekboekjes. Je kan ze bestellen bij Juf Kim. www.jufkim.nl. We zijn nu vooral met rekenen en taal aan de gang geweest. Maar de kinderen vinden dit zo fijn om te gebruiken. En ze kunnen het dan ook zelf opschrijven en allemaal dat soort dingen. Nou, we hadden bijvoorbeeld nu, dit hebben we vorige week gehad, zij van het vermenigvuldigen. En dan maken we dus ook een stappenplan. En ze hebben nu ook voor de persoonsvorm, voor het onderwerp, het leidend voorwerp, hebben ze dat ook gebruikt. Vinden ze echt super fijn. Dus ja, zeker een aanrader, deze boekjes. Dus die vond ik heel erg fijn. Ja, verder in mijn klas. Ik heb dus dit herontdekt. Dat ik dus eten en drinken aan deze kanten zet. Dat het wat duidelijker is. Dit is van onze Kwink. Ik weet niet of mensen Kwink... Ik weet niet of mensen Kwink kennen, maar dat is voor sociaal en emotionele vorming. En ik hang het dus altijd op het bord. Deze week was het dus de aardig spreker. Denk na voordat je iets zegt. Zeg wat je ziet. Zeg het op een aardige manier. Ik hang hem altijd op het bord. Want stel ik sta hier en er gebeurt iets. Dan kan ik dus naar het bord wijzen van... Hallo, dit is er aan de hand deze week. En de verjaardagskalender is dus nu af. En kijk hoe mega leuk dit eruit ziet. Iedereen heeft dus zijn eigen bitmoji gemaakt. En ja, echt een aanrader. Samen met de mooie momentenmuur vind ik ook een aanrader. Dat was weer even tussendoor mijn ding. En ik ga weer aan het werk. Good morning. Het is vandaag woensdag. En het spelletje voor vandaag. Ik heb vandaag echt iets heel leuks. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar ik kwam dit tegen en ik vond het echt heel leuk. Het heet dus Saving Fred. En er zit dus ook een filmpje bij. Je moet het eigenlijk even op YouTube opzoeken. Het is dus een samenwerkingsspel waarbij een worm, dat is allemaal van snoep, zo'n reddingsboei, dus zo'n ander snoepje. En die moet je eigenlijk door samenwerking weer in de boot krijgen. Ja, ik zal het straks eventjes filmen als ik het in de klas ga doen. Maar echt een superleuk spel. Dus daar heb ik net alles voor klaargezet in bekertjes. En ik heb dus gisteren van Marktplaats iets opgehaald. Mijn vorige week vlog ging ik namelijk naar de IKEA samen met Denise. En toen zag ik dus dit voorbij komen. Ik ga hem eventjes aan jullie laten zien. Deze. Nee, toen was het heel druk en ik zag hem ook op Marktplaats bij mijn huis. Dus die ga ik eventjes neerzetten. Nou, het is een naschooltijd. Niks gefilmd, goed bezig. Maar we gingen dus dat Saving Fred doen. Ja, je moet het dus echt even op YouTube opzoeken. Maar het was echt een heel erg leuk spelletje. Een leuk samenwerkingsspelletje. En daarna hebben we ook voor de startviering hebben we mensen opgeschreven voor het nieuwe schooljaar. En omdat ik het thema film heb, dacht ik, nou, ik doe het in allemaal sterretjes. Dus ze hebben in elke ster hebben ze een wens opgeschreven. Allemaal eentje. En dan ga ik die allemaal eventjes opplakken. Ik dacht, dat ziet er wel heel erg leuk uit. En moet ik even kijken wat ik morgen op de planning had staan voor de ballon. Oh ja. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Maar eerst even dit knippen. Het is inmiddels woensdagmiddag. Ik was na school op tijd naar huis gegaan. Ik heb me even omgekleed. Ik had even dit blouseje gepast van de Zara. En toen dacht ik hou hem maar gelijk eventjes aan.
Ik ga zo meteen mijn wimpers laten doen. En daarna ga ik naar vriendinnetjes toe. En ik dacht, ik neem mijn camera mee. We gaan dus met z'n drieën pizzaretten doen. Nou, voor als je het niet kent, ik zal het straks wel eventjes laten zien. Als ik het niet vergeet te filmen. Maar dat is dus wel echt heel gezellig dat we dat samen even gaan doen. Dus ik heb me even omgekleed en dan ga ik onderweg daar naartoe. Ik ben wel echt heel erg moe. Maar ik heb wel echt heel veel zin om het leukste te doen. Dus good morning. Het is vandaag donderdag. Gisteravond was ik dus met vriendinnen. Ik heb niks meer gefilmd. Maar het was wel echt heel erg gezellig. Eventjes bijgekletst. En zij zijn ook allebei juf. Dus dan is het ook altijd fijn om eventjes je dingetjes met elkaar te delen. Nou, en vandaag is dus donderdag. Mijn toetsenbord doet het elke keer niet. Op de planning. Vandaag ballon nummer 9. De ene laatste ballon. En ze gaan dus... We hebben eigenlijk muziek op dat tijdstip. Ze gaan dus een liedje kiezen zelf in een groepje. En dan gaan ze dat liedje met plaatjes een soort van omschrijven. En dan gaan we daarna die plaatjes allemaal laten zien. En dan is het zo van... Oh, dat is dus dat liedje. Dat is dus dat liedje. Ik doe wel even een leuk opdrachtje die ze samen dan kunnen doen. Dus daar ga ik straks heel eventjes een uitleg over geven. Verder op de planning. Ja, gewoon een beetje de standaard dingen. Ik moet het nog wel voorbereiden. Dus dat ga ik nu doen. En eventjes. Ja, dat ga ik nu doen. Het is heerlijk om in eten te verwerken. Wat is een ander woord voor eten? Voedingsmiddelen, inderdaad. Dat is een ander woord voor eten. Dus als het goed is, heb jij die rood gemaakt. Deze specerij kwam oorspronkelijk alleen maar voor op één plek op aarde. Nou, waar kwam die nootmuskaat voor? Ja, dus die heb jij groen gemaakt, de Banda-eilanden. Daarom gingen avonturiers uit de hele wereld daar naartoe. Wat is een ander woord voor avonturiers? Ja, helemaal goed, dus die heb je blauw gemaakt. Eenmaal daar kreeg ze de nootmuskaat in handel door die tegen sieraden of andere producten te ruilen. Wat is een ander woord voor sieraden? Verbeeld een lied. Dit gaan we doen. Je gaat zo meteen in een Word-bestand, maar je kan bijvoorbeeld ook in PowerPoint iets wat je zelf leuk vindt. Ga je eigenlijk een soort collage maken. Een collage zijn een aantal foto's bij elkaar. En je gaat daar een lied van maken. Ik moet het even goed uitleggen. Dus bijvoorbeeld deze plaatjes bij elkaar, die vormen samen ook een Nederlands lied. En de bedoeling is dat je eigenlijk met heel veel plaatjes het lied gaat omschrijven. En je mag straks zelf een lied kiezen die je gaat doen. Nou, we kijken even eerst naar deze plaatjes. Welk liedje hoort er bij deze plaatjes? Handjes omhoog. Handjes omlaag. Ja, oké. Nou, jullie snappen eigenlijk al de bedoeling. Good morning, het is vandaag vrijdag. En ja, ik moet even het bord klaarzetten. De laatste ballon. Ik weet zelf niet eens wat erin zit. Oh ja, eigenlijk een hele simpele. Het is namelijk een groepstekening. Dus iedereen krijgt een wit papiertje. Dan beginnen ze aan een tekening en na een aantal minuten draaien door. En dan moeten ze doorgaan met de tekening die ze krijgen. En dan krijg je dus ja, 30 tekeningen met allemaal verschillende dingen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Die heb ik vorig jaar ook een keer gedaan. Was ook een groot succes. Nou, we hebben straks de startviering. Dan openen we het jaar en dan gaan we liedjes zingen met elkaar. En ja, de kinderen die hebben ook een dans voorbereid. Gewoon een simpele dans die ze gaan doen. Een liedje van Kinderen voor Kinderen. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning voor vandaag. Ik moet nog heel veel mailtjes beantwoorden. En ik moet ook nog mijn planning op het bord doen. En wij gaan maandag op kamp. Dus ik moet ook even de dingen klaarzetten voor kamp. En ik dacht, daar ga ik jullie in meenemen. Maar dat doe ik dan even na schooltijd. Dan ga ik nu eerst even de dingen doen die voor vandaag belangrijk zijn. We gaan zo meteen een groepstekening maken. En dat werkt zo. Jullie krijgen straks van mij allemaal een wit blad. En je de eerste, hoe noem ik dat, 3 minuutjes. Je gaat aan een tekening beginnen. Dus je mag zelf beginnen met iets te tekenen. Dus dat kan een fruitschaal zijn, dat kan iets uit een boek, kan een striptekening. Je mag het helemaal zelf kiezen. Een landschap, helemaal zelf weten. Mag je met stift of potlood doen.
Maar het is niet de bedoeling dat na 3 minuten die tekening af is. Je gaat pas een klein stukje maken. Dus het zou ook kunnen dat je nu alleen nog maar met grijs potlood hebt gewerkt. Of misschien begin je gelijk met kleur. En na 3 minuten wisselen we de tekening om. Ik vertel dan aan wie je moet geven. En dan geef je dus de tekening aan iemand anders. En dan gaan we weer eventjes eraan werken. En dan uiteindelijk hebben misschien wel 10 of 12 kinderen aan jouw tekening gewerkt. En dan geven we hem terug aan degene van wie die was. En dan hebben we dus eigenlijk 30 nieuwe tekeningen. Zonder dat jij de hele tekening hebt gemaakt. Over 10 seconden ga ik vertellen aan wie je de tekening moet doorgeven. 1. Good morning, het is vandaag zaterdag en hier bij de slechtste vlogger van deze week. Niet normaal. Maar het was deze week zo druk. Het was echt niet te doen. Dus ik heb een aantal dingen voor jullie gefilmd, maar ik kan dit weekend ook gewoon lekker erbij filmen. Het laatste volgens mij heb ik gefilmd is dat ik zei dat ik dingen voor kamp ging filmen. Nou, ik zal je vertellen, maandag gaan wij dus op kamp, aanstaande maandag. En ik moest daarvoor nog heel veel doen. En uiteindelijk heeft iemand anders me geholpen met die spellen. En ik moest de kampmap nog in orde maken, dus dat is uiteindelijk niet gelukt om dan te filmen. En gisteravond gingen mijn vriend en ik voor het eerst naar salsa les. Ik zal dat stukje wel eerst er eventjes in doen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. It's a little bit more difficult to do the kumbia basic. So I recommend always to do the. We zijn dus gisteravond naar salsa les geweest, onze eerste les. Heel erg leuk. We gaan volgende week weer. Het is in totaal 8 keer. En ik vond het wel heel erg leuk. Ik vond het wel moeilijk, maar wel heel erg leuk. En maandag gaan wij dus op kamp. Dus ik ga morgen mijn tas ook inpakken voor kamp. En ik heb net gesport. Ik heb 10 kilometer gedaan. Je ziet het nog een beetje aan mijn gezicht. Ik moet ook mijn haar nog wassen. En ik ben nu een beetje het huis aan het opruimen. Dus dat is even een beetje een update. Maar sorry dus dat ik niet heb gefilmd zoveel deze week. Maar ja, mensen in het onderwijs begrijpen mij. Het was zo druk. Het was echt niet normaal. En ik ga even mijn camera in de oplader leggen. En het huis verder opruimen. Ik ga even mijn tas klaarmaken voor kamp. En ik dacht, ik ga jullie een beetje laten zien wat ik mee ga nemen. Ik heb net ook de vlog bewerkt. Het valt me eigenlijk nog mee dat ik zo weinig... Ja, het valt eigenlijk nog wel mee. Ik heb nog best veel gefilmd. Mijn gezicht is dus een beetje verbrand. Dat is niet zo fijn. Maar we gaan dus mijn tas klaarmaken. Als eerst, het wordt dus echt slecht weer. En dat is echt heel erg stom daar. Want heel veel is buiten. Maar er staat nu eigenlijk dat maandag wel droog blijft. Maar dinsdag en woensdag gaat regenen. Dus ja, ik moet daar wel een beetje mijn outfit op afstemmen. En het wordt ook niet super heet. Dus ik moet ook wel wat warme outfits. Dus ik ga eventjes laten zien wat ik mee ga nemen. Nou, als eerst mijn slaapzak. Ik heb mijn slaapzak maar eventjes gewassen. Want mijn slaapzak ligt al eigenlijk een jaar in de kast. En dan met dit soort momenten haal ik hem er dan uit. Maar hij ruikt nu eigenlijk heel lekker. Dus die ga ik meenemen. Hij moet nog een heel klein beetje drogen. Dus ik hang hem nog heel eventjes op. Maar ik ga alvast even mijn outfits klaarleggen. Oké, ik heb even wat outfits klaargelegd. In ieder geval heb ik mijn kamptrui. Dus deze trui hebben ook alle kinderen, maar deze dan van mij. Dus ik dacht, dan doe ik dat de eerste dag aan. En die kan ik natuurlijk ook meerdere dagen aan. Maar hier zit ook een capuchon voor als het regent. Met gewoon simpel een spijkerbroek. Voor de tweede dag dacht ik dan deze rode broek met deze grijze trui. En hier dan zit ook een capuchon aan. Dus dan als het regent, dan kan ik gewoon mijn capuchon opdoen. Dan hebben we één avond een themaavond. Dus hier heb ik dan een lange jurk. Die is wel gewoon netjes en ook heel erg leuk. En dan hebben wij ook nog een act. Een soort cowboy act. Dus daar heb ik dan deze cowboyhoed voor. Deze zwarte broek. Maar die ga ik waarschijnlijk ook meer aan doen. Ja,
En ik had dus eerst altijd een blouse, maar die kan ik dus niet vinden. Maar ik heb wel nu een soort jasje, dus dat is ook wel wat warmer. Dus dan doe ik gewoon dit aan. Dus dit is een beetje, we gaan 3 dagen, dus ik denk dat dit wel genoeg is. Wij zijn net even naar de mall geweest. En ik zal eventjes laten zien wat ik heb gekocht. In ieder geval, ik heb ook een pakketje van Pink Gelac, maar die zal ik zo meteen even laten zien. Want ik ga straks even mijn nagels doen. En ik heb bij de H&M deze gekocht. Heel cute, gewoon zo'n truitje met van die gouden knoopjes. En ik heb voor kamp regenlaars gekocht. Want ja, het wordt dus heel slecht weer. En ik dacht, misschien is het wel handig om toch laarzen te hebben. Wij gaan nu even een samenwerking filmen. Is die pittig? Is het pittig of niet? Nou, we gaan even een samenwerking filmen voor Mitsuba, als ik het goed uitspreek. En we gaan dus even die wasabi crackers met dipjes. Maar we gaan een video maken voor TikTok. Dus als je die wil zien, moet je even de TikTok bekijken. Deze lijkt me ook wel heel lekker. Oké, we hebben net de TikTok opgenomen. Zeg maar tegen Monica dat dit gewoon veel beter is. Oké, nou, we hebben net de TikTok opgenomen. Maar Macaulay heeft nu net nadat we de video hebben opgenomen nog een lekkere combinatie gevonden. Zo, Monica, dus voor jou tonijn met de wasabi crackers. Maar wil je er geen zeewier op? Dat was wel niet lekker. Maar we hebben net dus opgenomen met de crackers. Ik vond het met die zeewier juist heel lekker erop. Dit is wel echt heel lekker. Ja, maar ik hou niet van tonijn. Maar de laatste keer dat je tonijn hebt geproefd, toen was jij een baby, een kind. Ik was geen baby. Nu is het tijd voor jou om dat weer te ervaren. Je ruikt helemaal naar tonijn. Naar kattenvoer. Ja. Ik ga even nog mijn nagels doen en dan mijn tas verder inpakken. En dan ga ik zo ook de vlog afsluiten, want ik heb wel genoeg gefilmd. Beetje andere weekvlog dus dan normaal. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vinden. En dat komt ook wel gewoon omdat het een beetje het begin van de eerste week is. Dan heb ik gewoon minder tijd om dingen te filmen. Nou, ik heb van Pink Gelac dus 3 nieuwe kleuren gekregen. Hele mooie. Ik heb dus deze gekregen, Desert Rose. Baby Doll Pink. En Copper Crush. Nou, hele mooie kleuren. Dus ik ga er zo meteen eventjes eentje op doen. Want ik heb nu deze op van Pink Gelac. En dat zit er nu 3 weken op. Dus er mag wel weer eventjes wat nieuws op. Dus dat ga ik nu doen. En dan zien jullie mij weer bij de volgende weekvlog. Doei doeg!